Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Sabi! Er is iets wat mij dwars zit nu op dit moment. En dat is, ik ga nu naar een ander interview met een politicus in Suriname. En ik hoop dat deze politicus betere zinnen en teksten heeft dan meneer Kenneth Sloten van net. Ik ga met hem praten omdat ik zie dingen, heel veel mensen in Suriname, hoe noem je dat, heel veel wetten in Suriname worden niet op de juiste manier toegepast. In Suriname ken ik, voor zover ik de Suriname grondwet ken, heb jij de twee soorten wetten, hè? Je hebt de vreemdelingenwet en de wet naturalisatie, maar nu begrijp ik het niet meer. Mensen worden zomaar genaturaliseerd en ik begrijp het niet. Daarom zoek ik contact nu. Heb ik nu contact gezocht met Marlon Beudeke. Dat is NPS'er in de Nationale Assemblée. Wij komen van Kommerwijnen. Namens de district Kommerwijnen is hij in de Nationale Assemblée voor de NPS. Meneer Beudeke, goedendag. Goeiedag, mijn vriend en alle luisteraars. Kunt u mij uitleggen en mijn mensen, want ik zie dat mensen zomaar genaturaliseerd worden. Is er nog een vreemdelingenwet? Is er een naturalisatiewet? Hoe zit het eigenlijk? Wil u dit even haarfijn uitleggen hier aan de mensen in Nederland, diaspora en de rest van de wereld? Dus laat me dit zeggen. Het is wel lastig dat mensen wetten vertrappen. Men heeft de vreemdelingenwet aan een kant gezet en is naar de naturalisatiewet gegaan. En men zegt daarin staat er niks anders dan dat je 5 jaar moet zijn verbleven in Suriname. Men vergeet dat je 5 jaar de legale status moet hebben. En dat hebben deze mensen niet. Aha. Dat je niet de naturalisatiewet neemt en de vreemdelingendienstwet weghaalt, is niet erg. Jij bent parlement, wijzig de wetten. Maar kom niet ergens met iets uit je hoofd, want de richtlijnen van vreemdelingendienst, want de persoon die wordt genaturaliseerd, illegaal of niet, is een vreemdeling. Amang nog geboren in Suriname. Dan kom je met die wet en dan wijzig je die wet. Maar nu ga je zeggen, speciaal voor 1 groep mensen, omdat de kapitein heeft verklaard dat die mannen langer dan 5 jaar in zijn dorp woont. Je laat aan de kant dat er een CDD bestaat in je dorp. Dan ga je met die verklaring zeggen, het is genoeg, want de naturalisatiewet zegt, 5 jaar in Suriname hebben gewoond. Dus natuurlijk, ik zit hier aandachtig te luisteren naar u. Er is eerst, voordat u kunt niet zomaar tot Surinamers genaturaliseerd worden. Nee, toch? Nee, als jij nu op de website gaat van de vreemdelingendienst, staat er duidelijk dat jij, voordat jij illegaal wordt, een verzoek tot verblijf moet indienen. Zolang jij die status niet hebt, begint dat van naturalisatie niet te lopen. Maar men vindt het anders. Maar mijn mening is, als dat geldt voor die ene dorp. Hier in Kommerwijnen hebben we mensen die 50 jaar al in dit land wonen. Evenveel van dit land houden. Kinderen hebben gemaakt in dit land. Die kinderen hebben de Surinaamse nationaliteit. Dus het bewijs dat ze langer dan 5 jaar in Suriname zijn, is meer dan geleverd. Dan waarom mogen zij niet in aanmerking komen voor de naturalisatie, volgens hun nieuwe zienswijze? Nee, het spijt me. Ik zit in een parlement waar wetten worden vertrapt. Ik zit in een parlement waar men doet wat men wil. Wetten tellen niet voor ze. Het spijt me, ik ben echt niet gelukkig in het parlement, want ik wil mijn bijdrage leveren. Maar het lukt niet onder deze regering. Het lukt niet wanneer je DNA-leden hebben die meer hebben gestuurd dan ik, maar lijken dommer te zijn dan ik.
Maar hoe komt het dan? Waarom is er zoveel haast? Waarom moeten die mensen ineens genaturaliseerd worden? Nou, en ik weet niet hoe ze het gaan spelen, want de kiezerslijsten stoppen de 15e, dat is vandaag. Na vandaag kan je geen wijzigingen meer tegen op de kiezerslijsten. Misschien komen ze met een andere regel weer. Ze hebben toch de meerderheid meer dan 30 zetels, dus ze doen wat ze willen. Maar het kan niet. Als dat geldt voor een dorp, moet het voor heel Suriname gelden. Moet het voor heel Suriname gelden. Om wat voor dorp gaat het eigenlijk? Welk dorp is dat? Nou, het heeft te maken met, we moeten gaan in de richting van Apura, daar in die omgeving. Het zijn inheemse. En ik heb niks tegen dat ze de nationale kreeg tegen iedereen die van dit land houdt en zo lang in dit land woont. Vind ik, if you love a country, you want to want citizen for country. Waarom niet? Maar er zijn regels die voor elk een die vreemdeling is, gelden. Nu zijn deze mensen vanuit de illegale status Surinamer geworden. Oké, okay. Maar dat bepaalt u toch en uw collega's daar, 51 zitten jullie toch daar aan de waterkant? Dat is waar. Ja. Dat is waar. En daarom zeg ik u, ik ben niet al te happy. Want ik ga ervan uit dat tenminste het parlement, de instituut die wetten maakt, deze wetten naleeft. Ik heb ook in het parlement gezegd, als jullie deze plannen hadden, waarom heb je de wet niet gewijzigd? Je hebt die meerderheid. Wijzig de wet, volg de procedure, maar vertrap geen wetten. Wij moeten een voorbeeld aan het volk geven. Als het volk een wet vertrapt, wordt die opgesloten, gestraft, weet ik veel. Als wij het doen, wat geldt dan voor ons? Maar meneer Boudelke, hoe komt het nou? Zitten met 51 man daar, u plus nog 50 andere mensen. Bent u dan de enige die dit ziet, want u bent de enige die aan de bel trekt, hè? Want toen je het zei, denk van, u hebt wel een punt. Er is zo'n vreemdelingenwet, u bent illegaal en dan bent u vreemdeling. En vanuit de vreemdelingenpositie wordt u genaturaliseerd, maar dat is helemaal niet gevolgd dan. Nee, helemaal niet. Men is met een bewijs gekomen van een kapitein, gezaghebbende, dus het is een goede verklaring, let wel, maar het is niet de procedure. Want nu heb ik ze ook gezegd, laat het dat gelden voor iedereen in Suriname. Als iemand van Kommerwijnen kan bewijzen dat hij 5 jaar onder zo'n act in behandeling is, dan zou hij ook moeten een Surinaamse nationaliteit krijgen. Als iemand kan aangeven dat hij al langer dan 5 jaar voor zo'n bedrijf werkt, of zelfs een huurovereenkomst, dan zou die man al langer dan 5 jaar in een bepaalde huis moet. Zou dan ook een goede verklaring zijn. Maar nee, wat hierachter speelt, weet ik niet. Als het voor stemmen met verkiezing te maken hebben, zullen we zien. Maar wat het ook is, elke Surinaamse burger, ook meneer Biedeke, dient zich te houden aan de wet. Maar het blijkt dat de NDP'ers dat niet hoeven te doen. Is het diezelfde kapitein die ooit een brief geschreven zou hebben naar Osir en later bleek dat hij de brief niet geschreven heeft? Gaat het om die man weer? Nee, dat kan ik niet bevestigen. Aha. Dat kan ik niet bevestigen. Maar kunt u wel bevestigen dat de procedure tot naturalisatie niet gevolgd is hierin? Ja, dat kan ik bevestigen. Maar ik kan ook bevestigen dat er in de juridische termen van, zou je zeggen, van jurisprudentie. Dus elke persoon die nu illegaal in dit land is en kan bewijzen dat hij langer dan 5 jaar illegaal is, zou je mogen aanvragen de nationaliteit, ja. Omdat je het aan één hebt gegeven, kan je de andere niet boycotten. Dus er is een vorm van, alhoewel de wetten anders zeggen, het is een vorm van jurisprudentie geschapen. En dan ga je die mensen afwijzen. Dan ga je die mensen zeggen, nee, je moet eerst verblijf aanvragen. Dan ben je verkeerd bezig, dan handel je emotioneel naar keuze. Neems en feestes noemt men dat. Nou ja, hoe verder nou? Wat is er besloten? Wat hebben jullie besloten? Is het beklonken? Is het door de, via de hamer? Door de hamer? Het is door de hamer gegaan, ja. Dus die mensen zijn, het moet alleen afgehandeld worden. Dat mensen bijeenbrengt en ze de nationaliteit cadeau geeft. En die mogen dan 25 mei ook stemmen?
we volgen dat, want als zijn naam nu al voorkomt op de kiezerslijst, dan zouden ze mogen. Ja, de kiezerslijsten worden vandaag afgesloten. Mm-hmm. Je kan niet meer verhuizen, je kan niks meer doen. En dat is dan definitief. Vanaf morgen zijn alle namen die gescreend zijn, alle namen die daarop voorkomen, alle wijzigingen die nog moeten plaatsvinden, definitief. Dus de originele lijsten worden binnenkort gepubliceerd of afgeschreven. Oké, u zegt, u volgt dat, maar dan is het wel vanuit een achterstand positie. Want, je kan niks meer doen, je kan niks meer doen. Ja, want die zijn de Surinamers, die hebben stemrecht automatisch. Ja, ze hebben stemrecht. Dus als, ook al komen ze nu niet op de kiezerslijst, ze kunnen wel... Ze moeten wel, als je niet op de kiezerslijst voorkomt, kan je niet stemmen. Dat zegt de wet. Jawel, maar als ik onterecht niet op de kiezerslijst voorkom, mag ik nog altijd naar de kantonrechter stappen. Ja, maar om mij daarop te krijgen. Ja, er zou die mogelijkheid zo zijn. Dus we volgen het, mijn vriend. Mm-hmm. Maar we leven in een land waar een handjevol mensen met hun ja-knikkers, coalitie parlementariërs, doen en laten wat ze willen. Wij van de oppositie zijn machteloos. We kunnen alleen een stem laten horen en zelfs daarna luistert men niet. Mm-hmm. Maar ik heb geen stem meer gehoord. U bent de enige die ik... één stem maar, dat is toch niet genoeg? Ik bedoel... Nee. Mevrouw Matura, mevrouw Karkabink heeft een geweldig mooie uitleg gegeven. We hebben vanuit de oppositie genoeg tamtam gemaakt. Mm-hmm. Maar men heeft geprobeerd het om te keren alsof wij het gezag van alsof wij het gezag van de kapitein niet zien of niet erkennen. Ja, maar het kan ook zijn dat dat deze mensen die genaturaliseerd zijn even goed voor uw partij stemmen. Dan bent u ook blij met hun. Laten we hopen, het zijn vrije en geheime verkiezingen. Uh-huh. Maar ik heb geen idee waarom men dat doet hoor. Als het hun terug backfired, een klap geeft in hun gezicht. Uh-huh. Nou, alleen erom lachen natuurlijk. Uh-huh. Maar laten we eerlijk zijn. Het gaat niet daarom. Het gaat om de procedure die iemand als Surinamer maakt. Ja, dus, en dat is gewoon illegaal. Je bent eerst illegaal in het land en daarna 5 jaar als vreemdeling. En dan pas komt hij naar raken en aanmerken voor. Ik vind het wel heel heldere wet en dat het zo vertrapt wordt. Helemaal vertrapt. Ja. Hoe staat het? Hoe staat je partij voor in de campagne richting 25 mei? Wij werken hard. Volgens de peilingen, de IDAS-peilingen, zijn wij de enige partij in de afgelopen 3 maanden een grote groei, een redelijke groei heeft gemaakt. Uh-huh. Dus we blijven hoopvol, we blijven werken. Wij zien de partij als het alternatief daadwerkelijk groeien. Men verlangt weer naar die stabiliteit. En u weet, als het om stabiliteit en een goede economie gaat, is er maar 1 partij in Suriname die dat kan garanderen. En dat is de NPS. Uh-huh. Dus iedereen weer op de NPS. Maar hoe kan het zijn dat jullie zo klein zijn, ondanks jullie zoveel goede dingen doen voor Suriname, of gedaan hebben, of van plan zijn te doen? Ja, laat me zeggen, als iemand 10 jaar terug jou komt zeggen, wanneer een liter benzine 2 gulden zoveel, SRD zoveel kost, dat als hij komt, hij die belasting weghaalt en het 1 zoveel gaat kosten. Als iemand je komt zeggen, het goud dat I am gold weghaalt, waarvan we 6-7% krijgen, als hij komt is 50% van hem en over de andere 50 gaat hij onderhandelen. Wanneer je zulke dingen hoort en je misschien niet bij stilstaat, je alleen maar begint te juichen van jawel, we gaan weer rijk worden, we gaan minder betalen. Dan ga je misschien zeggen, ja, ik moet voor die man stemmen. En als die man komt, dan klapt hij je in je gezicht door alles te verhogen. Okay. Vandaag is de koers. Geloof het of niet, de US dollar koers is boven de 13 SRD. Boven de 13 SRD? Ja, als je nu een US dollar gaat brengen naar de cambio, naar de wisselaar, krijg je meer dan 13 SRD daarvoor. De euro ook. Ja. De euro is dicht bij de 14. Ja. We praten nog niet over kopen, we praten over gaan wisselen gewoon. Ja. Ik ga met u afronden en de vraag die ik iedereen stelt in Suriname, die het volk vertegenwoordigt, is... Waar is het geld van die mensen? De kasreserve. Ai.
We zijn nu 3 maanden plus verder. En nog steeds kan de governor, kan de minister van Financiën ons niet vertellen waar het geld naartoe is gegaan. En niemand vindt dat erg. Iedereen geeft van, ja, die meneer heeft tijd nodig. Je hebt geen tijd nodig. Je weet, je bent hoofdverantwoordelijk. Als je computer openslaat, zie je precies waar het geld naartoe is gegaan. Maar nee, hij wordt beschermd. De hele regering wordt beschermd door het parlement. Bestaande uit 26 NDP'ers en 5 overlopers. Dus we kijken. Oké. Okay. Tuurlijk voor dit land, ja, dat het nu terug naar af is. Ja, ja. Nee, hij wordt beschermd. Dat is duidelijk. Maar u bent parlementariër, volksvertegenwoordiger. Ja, ja, u kunt toch een directe vraag, een concrete vraag stellen aan meneer Hoefdraad. Wat zegt hij dan als je hem vraagt? Je kan hem toch 1-op-1 vragen, jong. Pak als reserve, go. Zij doen naar harmonie of dit, maar dat ik is toch... Ik word hem gevraagd en hij zegt, er is een nieuwe governor, die moet de tijd krijgen, dit, dat. Hij houdt zelfs mevrouw Simons en alle anderen voor de gek. Stuurt stomme brieven. Die meneer, er is een crisis in het land. Die meneer zit dan in het buitenland. Op dit moment heeft hij het geluk dat hij terug is, of het pech dat hij terug is. Hij kan niet meer weg. De luchtruim is afgesloten. Ik zou hem graag naar China willen sturen om geld te gaan lenen vandaag nog om de coronavirus te bestrijden. Indien we geen financiën hebben, wil ik hem daarvoor wel wegsturen naar China. Ja, maar hij gaat niet willen gaan. Ja, nee. Is natuurlijk een grappende nood natuurlijk. Ja, 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 ja. De coronavirus. Ja, ja. Heel serieus, ook hier in Suriname. Ja, is er een plan? Hebben jullie een plan van aanpak? Is er een plan gepresenteerd? Ja, er is een... Alles is afgesloten, de scholen zijn afgesloten. Iedereen die nu binnenkomt, de ingezetenen alleen mogen naar binnen, Surinamers alleen. Iedereen die binnenkomt wordt direct afgezonderd. Er is wel een plan van aanpak. Laten we hopen dat het werkt. Mm-hmm. Ik vind het wel vreemd dat in Nederland er geen controle is als men de vliegtuig instapt. Anders waren we nu nog niet in deze situatie. Maar het is al gebeurd, we moeten nu ermee om weten te gaan. Oké. Okay. Er gaan ook stemmen uit dat besluit, hoor. Dat de verkiezingen mogelijk uitgesteld zouden kunnen worden. Hoort u die geluiden ook? En hoe kijkt u naar? Laat me dit zeggen. We willen zo gauw als mogelijk verkiezingen hebben. We willen zo gauw als mogelijk deze regering weg hebben. Ze zullen natuurlijk alles aan doen om te blijven. Ze hebben ook die meerderheid in het parlement. Ze moeten wel begrijpen. Elke dag dat de verkiezing op zich laat wachten, verliezen zij stemmen. Dus als zij de kans willen wagen om het uit te stellen, zal alleen maar in hun nadeel werken. Het leven is zwaar voor de Surinamer geworden. Elke dag wordt het zwaarder. De prijzen stijgen elke dag. De Chinees is net als vroeger weer elke avond bezig te verhogen. Dus de aanhaling zegt, ik beleden geen Chinezen, maar je weet, als winkelier noemen wij Chinezen hier in Suriname. Mm-hmm. Hey, maar ik kan ook schuiven in de schoen der corona's. Nee, dit, voordat corona er was, hadden wij het aan. Nu met corona hebben we die rush gehad. Die rush dat iedereen wil opslaan, iedereen wil een beetje hamsteren, zodat we niet vaak op straat hoeven te zijn. Mm-hmm. Maar het stijgen van de prijs hebben we al een paar maanden en nu heeft hij zo'n vaart genomen. Dat elke dag je er een 50 cent of een kwartje op kan zetten. Oké. Okay. Ik ga u bedanken voor uw tijd, meneer Marlon Beudeke. Wetgever namens de Nationale Partij Suriname in de Nationale Assemblee. Dank je voor uw tijd. Jawel, graag gedaan. Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvaste Radio.